Wessel Snoek. De wisselspelers bij SV Urk zijn de doelman, onder nummer 21 Auke Kapteijn, nummer 7 Joël Tol, nummer 8 Dick Hakvoort, nummer 9 Jelle de Boer, 16 Lucas Tol en 25 Fokke Willem Hoekstra. Het elftal van SV Urk staat onder leiding van de hoofdtrainer Gert-Jan Kasten. Bij Staphorst is dat de hoofdtrainer Carlo Meppelink. Het arbitrale trio van vandaag. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Bronsvoort. En hij wordt geassisteerd door de heer Veen en de heer Teunissen van Manen. Dan onze 7-jarige pupil van de week is Hessel Kramer. Hessel speelt in het elftal van Braveheart en hij speelt daar in de spits en is een echte linkspoot. Zijn beste vrienden zijn Arie Dirk Weerstand, Jim Visser en Jack Kofman. Hessel eet het liefst spaghetti en naast voetballen is zijn andere grote hobby gamen. Ajax is zijn favoriete club en Hessel is een grote fan van Bergwijn. Bij Urk is Hessel Snoek zijn favoriete speler en de pupil van de week die droomt ervan om ooit zelf in de spits van Urk 1 te spelen. Hessel voorspelt dat Urk vandaag met 3-1 wint van Staphorst en hij wenst iedereen een hele sportieve wedstrijd toe. Ik wens u namens het bestuur en het voltallige selectie van SV Urk een hele prettige wedstrijd toe. En daar voor de wedstrijd zal de scheidsrechter en zijn assistenten nog even in het zonnetje gezet worden. Daarover straks wat meer. Meisjes. Het is deze week de week van de scheidsrechter en dat is een landelijk initiatief waarbij de waardering voor de scheidsrechters centraal staat. Op deze dag wil SV Urk de scheidsrechters en de grensrechters in het zonnetje zetten. De scheidsrechters maken het iedere week weer mogelijk dat jong en oud een wedstrijd kunnen spelen, want zonder de scheidsrechters is er geen wedstrijd. De vele scheidsrechters die vandaag een wedstrijd al hebben gefloten
hebben al een presentje gekregen van SV Urk. Maar nu willen we de scheidsrechters en de grensrechters van deze wedstrijd ook nog even extra bedanken en in het zonnetje zetten. Dat gaat natuurlijk gepaard met een bloemetje en een echt stukje Urker zalm. Is zeker op zijn plaats voor deze drie en enkel voor alle andere scheidsrechters die het mogelijk maken om te voetballen. Dank u wel. Namens het bestuur van SV Urk willen we alle scheidsrechters bedanken voor een toonloze inzet. En we wensen iedereen vandaag een hele sportieve en fijne wedstrijd toe. Dank u wel.
Let's go.
Hey!
Thank you.
20e minuut komt Stokhorst op een 0-1 voorsprong. Doelpuntenmaker, volgens mij was het Stan Haanstra. Thank you.
Oh,
Stop in! Wat wil je dan?
Yeah.
Twee ongewijzigde teams beginnen aan de tweede helft van de wedstrijd Urk tegen Staphorst. Pas! Pas! Pas!
Het veld, Pieter Brands en Klaas Ronkes. Zij worden vervangen door de onder nummer 9 spelende Jelle de Boer en nummer 16 Lucas Tol.
Thank you.
In het elftal van Urk verlaat Hessel Snoek het veld. Hij wordt vervangen door Fokker Willem Hoekstra. Die speelt onder rugnummer 25. Van Staphorst verlaat Joren Rietman het veld. Hij wordt vervangen door Emiel Kwant, speelt onder rugnummer 18. Thank you.
75e minuut kon Stokhorst op een 2-0 voorsprong doelpunt te maken. Freddy Kwispel. Thank you.
De 84e minuut verlaat Ide Nintjes het veld. Hij wordt vervangen door Joël Tol. Speelt onder rugnummer 7. Bij Stappos verlaat Stan Haanstra het veld. Hij wordt vervangen door de onder nummer 22 spelende Juri Mijnheer.
Let's go!
in de extra tijd komt Staphorst op een 3-1 voorsprong. Doelpuntenmaker Emile Comte.
Ja, Gert-Jan. Een 1-3 nederlaag tegen Staphorst. De vierde nederlaag op rij. Wat de competitie betreft. Ja, hoe sta je hier? Ja, in ASV gelijk. Dat is 5, hè. En als je nou naar de wedstrijd kijkt. Ik zag je in de eerste kwartier van de eerste helft heel veel coachen. Ja, toen was je niet tevreden, hè? Zeker niet tevreden. Nou, eigenlijk de hele eerste helft niet. Want het was niet zo dat hun zo goed waren. Wij deden zelf in balbezit alles fout. Nou, na de rust deden we dat veel beter met een veel hogere intensiteit. En dan creëer je wel 6-7 kansen. En voor de rust hebben we er ook 2 of 3 gehad. Maar veel minder dan in de tweede helft. Ja, want in de eerste helft was niet alleen Staphorst de tegenstander. Maar was Urk ook de tegenstander van zichzelf. Ze worstelden met de bal en de passes. Duels verliezen. Dus eigenlijk de tegenstander was Urk veel meer van zichzelf. Ja, een goede analyse, Peter. Daar kan ik geen woord aan toevoegen. En dan de tweede helft, ja, dan pak je het wel wat beter op. Hoger tempo, wat meer balbezit. Veel op de helft van Staphorst spelen. Maar toch, het creëren van mogelijkheden is dan toch nog een probleem op het ogenblik. Hè? Vind je? Nou, er zijn wel wat kansen geweest, maar... Ja, maar vind jij op dit niveau 6 grote kansen op dit niveau? Dat vind je weinig? Nou, als je kijkt en dan de afronding daarvan... Dat want ben ik met je eens, maar dat is een ander argument, hè? Dat klopt. Wij hebben echt gigantische kansen gecreëerd. Dat klopt. En als je nou heel de wedstrijd analyseert, wat zeg je dan voor aanstaande woensdag? Want dan staat er weer de volgende wedstrijd op het programma tegen Dovo. Wat zeg je dan? Nou ja, dat er veel werk aan de winkel is. We hebben een aantal jongens rust gegeven. Hopelijk zijn die weer terug. We proberen ook naar fitheid te kijken. Benny heeft vandaag bij tweede gespeeld, dus hopelijk keert hij ook weer snel terug. Dan wordt de selectie weer breder, kun je weer meer roleren. We wisten dat het een zwaar seizoen zou worden. In het begin dacht iedereen dat ik onzin liep te verkondigen over die fitheid. En dat het moeilijk zou worden en dat tegenstanders goed zijn. Maar langzamerhand komen we erachter dat het gewoon een heel hoog niveau is. Elke week aan de bak moeten. Vandaag vond ik ons de eerste helft onvoldoende. De tweede helft ruim voldoende. Alleen als je het niet benut, dan moet je risico's nemen. En als je dan in de counter wordt afgestraft door persoonlijke fouten van ons. Want dat is het wel. Hè. We leveren gewoon weer die 2-0 zelf in. Dat is niet hun, dat zijn wij zelf. Dat is zonde en dat moet eruit. Maar goed, aan de andere kant, ASWH had ik zo'n verhaal. Harkema had ik zo'n verhaal. Staphorst heb ik nu weer zo'n verhaal. Misschien moeten we ook gewoon accepteren en leren dat als je die fouten maakt, dan wordt afgestraft. En dan zullen we dus minder moeten gaan doen. Nou, dat kan alleen met hard werken bij elkaar blijven. Ik ben blij eigenlijk dat er woensdag weer een wedstrijd is. Want sneller kun je het niet rechtzetten als in de volgende wedstrijd. Want je miste vandaag Jan Ras en Rikkel Nentjes. Toch in de afgelopen weken dragende spelers. Is dat dan van doorslaggevende betekenis geweest vandaag? Nou, dat vind ik niet. Dan doe je andere jongens tekort mee. Maar dat het positiespel met dat soort jongens niet slechter wordt, lijkt me duidelijk. Goed, en dan aanstaande woensdag tegen Dovo. De eerste 4 wedstrijden zijn de punten gehaald. De laatste 4 wedstrijden de competitie niet. Laten we hopen dat de volgende serie ingezet wordt van weer 4 wedstrijden met punten. Veel succes aanstaande woensdag. Dankjewel.